Nou, maar eens even kijken of dat zonder verspreken lukt. Dit is PA0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 8 september 2016. Dat was heel bijna de ontsporing. Dit is het protein van donderdag. Vandaag waarschijnlijk een korte uitzending met Mosse en een SSTV-plaatje in PD90. Dit keer een spectaculaire actiefoto ingestuurd door een mede-amateur. Er is nog steeds niet zo heel veel nieuws, dus laat ik nog maar een keertje reclame maken voor de ballonvosjacht aanstaande zondag vanaf 1300 uur, ijs en wederdienende. Nou ja, dat laatste is figuurlijk gesproken dan. Ik ga ervan uit dat de start en de lancering weer live te horen zullen zijn via PI2 NOS en PI3 UTR. Verder kun je de balloncamera niet alleen via 23 centimeter ontvangen. Die frequentie is inderdaad nieuw, maar ook via de stream op de website hobbyscoop.nl. Overigens op zondagochtend valt eenmalig de Daily Minutes uit, dat wil zeggen de herhaling van de zaterdagavonduitzending. Wij maken graag ruimte voor de ballonvosjacht. Ik had ook al eerder verteld over die andere ballon, die ter hoogte van Venlo, maar dan 140 kilometer oostelijker, wordt opgelaten. Ergens morgen, vrijdagochtend, dus tussen 9 en 11 uur. Die ballon is te ontvangen op PMR 446 kanaal 3. En dat is voor de scannerluisteraars 446,03125. 446,03125 MHz. Deze ballon zal naar alle waarschijnlijkheid ook goed in Nederland te ontvangen zijn. En die geeft in gesproken woord de telemetrie weer. Verder is die ook op aprs.fi te vinden, maar ik dacht dat het onder DL0MES was. Maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Het staat wel op pnl.ete.nl. PA3ANG heeft een tweede artikel op zijn website gepubliceerd over zijn nieuwe enthousiasme voor het werk op 23 centimeter. Line of sight is bepalend, maar niet altijd, zo schrijft Johan. En hij vervolgt, radio hardware is weer het En hij vervolgt, radio hardware is weer het gespreksonderwerp in plaats van software, codepluggen of netwerkperikelen. Dat klinkt inderdaad goed. Johan gebruikt een van de bekende Hongaarse transfeurters voor 23. Het hele artikel is te lezen op www.pa3ang.nl. Propagatiegoeroe K9LA voorspelt dit najaar goede condities op 10 en 12 meter. Dit gebeurt overigens altijd in het najaar in dit deel van de zonnevlekkencyclus. Daarna is het voorlopig een tijd gedaan met de F2-propagatie op de twee hoogste banden en blijft alleen sporadische E over, dat tijdens de zomermaanden. Overigens worden de lagere banden wel beter als de 10 en 12 meter band niet of nauwelijks bruikbaar blijken. Volgens K9LA zullen op basis van de huidige data de komende zonnevlekkencycli een mat karakter hebben. De site kennisplatform.nl, die mede namens de overheid wetenschappelijke informatie publiceert over de eventuele schadelijkheid van hoogfrequente straling, heeft een artikel over de elektromagnetische velden die veroorzaakt worden door de slimme elektriciteitsmeter. Vanaf 2020 is die meter voor iedereen verplicht. In de slimme meter zit een, zoals de site dat omschrijft, soort van ingebouwde mobiele telefoon die geregeld in de lucht komt om de gegevens door te sturen. Overigens erkent de overheid mensen die overgevoelig zijn voor hoogfrequente straling. Deze mensen mogen ook na 2020 de slimme meter weigeren. Zal ik misschien toch nog hoogfrequent gevoelig moeten worden om dat ding niet te hoeven accepteren? Het artikel en het rapport hierover zijn te vinden op www.kennisplatform.nl.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Woon jij al lang in de Havermoutstraat? Hoe kom je erbij? Ik woon niet in de Havermoutstraat. Ik woon op het Cornflakespad. Oké. En waar woon jij dan? Ja, in de Milkshakebuurt. Op het banaan met ananaspad. Nog problemen met plaatsen van antennes daar? Helemaal niet. Ik heb de antennemast wit met een rode spiraalbies geschilderd. En er zit bovenaan een knik in. Tegen de buren heb ik gezegd dat het een rietje is.